hartelijk welkom bij deze extra uitzending van Baronie TV. Het duurt nog eventjes voor het carnaval is. Maar we zijn er met een extra uitzending in verband met 11-11-11. Ja, dat was afgelopen vrijdag. En dat was al groot feest in Breda met diverse bals. Een heleboel huwelijken die werden gesloten. En natuurlijk de presentatie van de prins van het Kinderrad. Veel plezier met deze extra uitzending van Baronie TV. De prins. Ja, ik zie jullie allemaal schudden, maar ja, dat is dezelfde als vorig jaar. Nee, dat is geen wet van mede en persen. Traditie in het Kielerhand is dat vaak een prins 3 jaar prins is, maar ieder jaar zal hij echt opnieuw geïnstalleerd en benoemd moeten worden. Een ceremonie protocolair waar we direct weer getuigen van zullen zijn. Maar wie, oh wie is het? We gaan kijken. Het mandje van de ballon staat al klaar. Beste Kielerhanders, wanneer is het moment dat wij kunnen gaan genieten van onze nieuwe hoogheid 2011-2012. Is dat nu aangekomen? De man die luistert naar de naam. Volgens mij kunnen we een trommel volgen. Jawel. Zien we al gezichten naar boven komen? Gaat er wat gebeuren? Mensen, let op. Waar blijft de hoogheid? Waar zijn zijn pages? Wie gaan we als eerste zien? Ik zie al veren naar boven komen. Jawel, daar zit iets in het pandje. Lucius, onze eigen prins Lucius, de allereerste. Natuurlijk met zijn fantastische plaatjes. Deze hoogheid zal het drukker krijgen dan zijn voorgangers ooit gehad hebben op deze speciale dag. Hij is aanwezig bij huwelijken. Hij heeft 11-11 baby's. Hij gaat nog wat protocolaire zaken met de QVSOP doen vanavond. Daarna een grandioos 11-11-11 feest in de mes. Waar dit jaar een speciaal collectors item verkocht en geveild wordt. Het speciale collectors item in een oplage van 111 stuks. Waarvan de nummers 1, 11 en 111 geveild worden. En de overige kunt u vanavond kopen, maar slechts 111 stuks. Maar voordat het zover is, gaan wij over tot het installeren van onze hoogheid. Ja, ziet u wel mee, want op dit moment hebben wij weer een voorbeeld van de BCW. Prins Lucius, de allereerste. Zoals Wil al zegt, jullie zijn getuige geweest van de eerste uitzending van Goedemorgen Kielerhad. En ik denk dat we dat heel mooi weggezet hebben. Het is zoals al gezegd een hele speciale dag. Want 11-11 natuurlijk van traditiegetrouw de start van ons carnavalseizoen. Maar dit jaar 11-11-11. Wat meer kan een prins zich wensen dan in dat jaar prins te zijn? En ik moet zeggen, toen ik gisteravond heel laat gebeld werd met de vraag of ik het weer zou willen doen, heb ik niet lang na moeten denken. Om 11 over 11. Om 11 over 11 werd gebeld, inderdaad. Ik ga met heel veel plezier samen met, en ik heb het Tonze allemaal horen noemen, met uitzondering natuurlijk van mijn twee fantastische pages, Mijntje en Solange, gaan wij er een fantastisch mooi carnavalseizoen van maken. Wij hebben een raad staan die, nou, je ziet al, bijna voltallig aanwezig nu al. En ik denk als ik nu ga vragen of ze mee naar al die huwelijken gaan, dat ze nog aanhaken ook. Geen enkel probleem. Wij gaan een heel mooi seizoen tegemoet. Wij gaan zo direct met z'n allen een hapje eten, heb ik begrepen. Ik hoop jullie vandaag nog een aantal keren te zien. Ik moet trouwens eventjes, dat vergeet ik natuurlijk.
de ex-prinsen eventjes ook welkom heten. Die alweer heel enthousiast liepen te zwaaien. Is het nou oud of is het nou ex? Nou weet ik het niet meer. Ex. De houtsprinten zou ik ze noemen dan vanaf nu. Die stonden weer enthousiast te zwaaien met hun mooie zuidhoeken. En ik was vanochtend nog snel even ingelicht. Vergeet hem niet, want het zal weer gebeuren. Ook zie ik daar verderop oud-hoogheden staan die mogelijk weer nieuwe hoogheden gaan worden. Dat gaan we pas het komend weekend meemaken. Ik nodig jullie uit om zo direct met ons allemaal even lekker aan het ontbijt te gaan. En ik denk dat we wel tijd hebben om nog een gezellig gesprekje te doen met een ander. We'll be right back.
speciale datum vandaag, 11-11-11. 11 wordt wel gezien als het dwaze of het gekke getal. Waarschijnlijk omdat het 1 minder is dan 12. 12 is het getal van perfectie. En omdat het getal in relatie staat met gek en dwaas, speelt het een belangrijke rol tijdens carnaval. En daarom is de prins van het Kielegat, hij is vanochtend pas om 11 minuten over 8 geïnstalleerd, hier ook aanwezig. Samen met de pages en het verdere gevolg. Klein gevolg, ja, de nacht is er ook. Maar dat hadden we al lang gezien. Het is niet voor niks dat prins Lucius bij het huwelijk van Esther en Marcel aanwezig is, want alles draait bij jullie om carnaval. Ik geloof dat de vader en moeder van Esther de Bim de Blazers hebben opgericht. Ja? Zo weet je wel, toch? Marcel en Esther. Ten eerste wil ik zeggen dat wij hier aanwezig, prins van het Kielegat, met het klein gevolg, wij natuurlijk een ontzettende eer vinden om hier te mogen staan. Om twee echte giecheldonkers aanwezig mogen zijn om die in de echt verbonden te zien worden. We zijn hier binnengekomen met de hofkapel van mijn grote collega en vriend prins Adrianus, waarvan ik hoop, maar we weten het allemaal nog niet, dat hij het nog een jaartje gaat doen. En ik moet zeggen, jullie zijn daar onderdeel van. Ik heb eens goed geluisterd. Als prins Adrianus het dit jaar nog wordt, dan mag hij nog 1 jaar de kapel houden. Maar ik ga het nog wel even doen. Jullie beiden zijn daar fanatiek van. Beiden hebben de muziek leren waarderen door de jaren heen. Als ik het al gezegd, ouders aan beide kanten, carnaval en alweer in. Ik zeg altijd, ik ben trots op dat ik voor mag gaan in het mooiste, bij het mooiste feestje wat er bestaat. En dan nog in het allermooiste plaatje ook, het Kielegat. Maar jullie zijn mensen waar het eigenlijk om draait. Jullie leven voor die hele carnaval het hele jaar door. Ik wil niet zeggen dat ik dat niet doe. Ik doe dat ook. Ik bereid me ook voor. Maar bij jullie, als je bij jullie binnen bent, dan adem je gewoon carnaval. En iedere keer als het woord viel of als het weer ging over het spelen met de kapel, dan zag ik twinkeling in de ogen van beide kanten. Allebei alleen maar over carnaval bezig. En Ad heeft gelijk, we kregen er heel weinig uit. De katten, die bracht op een de oplossing. Ik heb geteld, het waren gelukkig geen elf. Nee. Marcel Nooyen, verklaart u Esther Chantal van Buijenhoek aan te nemen tot uw vrouw. En trouw alle plichten te vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Esther Chantal van Buijenhoek, verklaart u Marcel Nooyen aan te nemen tot uw man en trouw alle plichten te vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik Ad Romeijn als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Breda dat u nu door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Zij hebben daartoe verklaard dat zij elkaar aannemen tot echtgenoten en getrouw alle plichten zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt, waarna de ambtenaar van de burgerlijke stand uitspraak heeft gedaan dat zij natuurlijk aan elkaar zijn verbonden. Als getuigen zijn aanwezig Pascal Marcel van Puijenbroek, Jurik Nooyen, Shirley Voeten en Joost Jozef Franciscus van Bree, waarvan akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Breda.
Marcel en Esther, mag ik jullie als eerste feliciteren met dit huwelijk. Ik wens jullie heel veel geluk toe in het verdere leven. Op naar de katoenen bruiloft. Dat vind je als je 1 jaar getrouwd bent. En daarna krijg je papieren en de leren bruiloft. En dat gaat weer door tot een eigen bruiloft. Dan ben je 80 jaar getrouwd. Dus dat is nog een heel eind weg. Ik heb net iets nieuws gehoord. Ik ben wel heel erg benieuwd wat de leren bruiloft is. Ad, kun je dat leren. Dan ben je 2 jaar getrouwd. Oh, 2 jaar getrouwd. Ja, ja. En daar houdt het dan ook op. Ja. Bruidspaar. Ja, ander pak bestellen, je weet het allemaal niet. Van harte gefeliciteerd. Ik ben er trots op dat ik hier met mijn gevolg, met mijn paasjes, met de invalsik voor dit moment, de voorzitter van de raad, de politie en natuurlijk Dunnar, aanwezig heb mogen zijn bij deze huwelijksvoltrekking. Als prins van het Kielegat heb ik natuurlijk ook een klein presentje voor jullie. Dus ik ga nu even naar jullie toe lopen, want het is een beetje lastig rijken zo. Wij hebben voor alle bruidsparen die vandaag trouwen in het Kielegat, hebben wij een hele toepasselijke kaart. Een leutige prins ontmoette een mooie prinses. Ze werden verliefd. Van het een kwam het ander en ze leefden nog lang en gelukkig. Gefeliciteerd met jullie huwelijk op 11-11-11. Prins Lysius, de allereerste prins van het Kielegat. Leidend licht der dollende servers, heerser der Friese elfsteden en Dordtse bergen, adorateur de la pression de quartier de la colline, carnier de plumet, orage de chef de kip, de parade de paren. Het werkt altijd, zie je wel, hè? Ja, ja. Daarnaast heb ik nog een heel speciaal cadeau voor jullie, waarvan ik hoop dat het een mooi plekje in jullie huis krijgt. Dit is echt een eenmalig iets. Die hebben we speciaal voor jullie laten maken. Oh. Geweldig. Dat is gaaf. Oh, dat is... Zoals ik al zei, ik hoop dat het een mooi plekje krijgt. Ja, ja, zeker weten. En dat jullie er iedere keer dat langs lopen. Ja, echt heel mooi. Ja, vind ik echt gefeliciteerd bijzonder. En dankjewel. Een hele fijne dag verder. Komt echt goed, dankjewel. Het weer zit mee, dus het komt helemaal goed. Daar heeft geholpen. Ja, zeker. Niet te feliciteer. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga zo dadelijk de deur van de trouwzaal open doen. Ook de deur van de trouwzaal zo dadelijk open doen, hopelijk tocht het niet. En ik denk dat de kapel voorop gaat, dan de politie, gevolgd door het bruidspaar, de prins met gevolg erachteraan, familie en bekenden. En dan kan er daarna gefeliciteerd worden in de hal van het stadhuis. Veel plezier dus op deze feestelijke vrijdag 11-11-11 en straks lekker feesten. Ja, in Boemeldonk hoorde ik al van de prins. Dus nogmaals, gefeliciteerd, ik ga de deur open. Thank you.
trouwen. Verklaart u Ilse Johanna Maria Fusenek aan te nemen tot uw vrouw en trouw alle plichten te vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Ilse Johanna Maria Fusenek. Verklaart u Gideon Adrianus Jacobus de Grauw aan te nemen tot uw man en trouw alle plichten te vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik, Ad Romein, als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Breda, dat u nu door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Als prins van het Kielengat kan ik natuurlijk ook niet met lege handen bij jullie aankomen. Wij hebben een tweetal kleine cadeautjes. De eerste is een kaart, die krijgen alle bruidsparen die vandaag in het Kielengat trouwen. Met erop de tekst: een leutige prins ontmoette een mooie prinses. Ze werden verliefd, van het een kwam het ander en ze leefden nog lang en gelukkig. Daarnaast hebben we nog een echt speciaal iets. Een uniek iets wat we aan de bruidsparen die wij vandaag, waar wij vandaag aanwezig mogen zijn bij de huwelijksvoltrek aanbieden. En dat is een mooie penning. Ik hoop dat deze een mooie plaats krijgt bij jullie in het huis. Ja, absoluut. Daarop staat Ilse en Gideon. Lusjes dan allereerste. 11, 11, 11. Perfect, man. Hartstikke bedankt. Hand in hand naar buiten kijken, maar dan Bonifacius Gerardus Johannes Struijf. Verklaart u Maria Catharina Cunera Dodeman aan te nemen tot uw vrouw en trouw alle plichten te vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Maria Catharina Cunera Dodeman. Verklaart u Bonifacius Gerardus Johannes Struijer aan te nemen tot uw man en trouw alle plichten te vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik, Ad Romein, als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Breda, dat u nu door het huwelijk aan elkaar bent verbonden. Gefeliciteerd, heel veel geluk. Vanavond lekker feesten. Thank you.
Welkom in Breda. Ik heet u welkom als BABS, buitengewoon ambtenaar in burgerlijke stand. En als zodanig heet ik u welkom namens het gemeentebestuur. En ik heet voorlopig alleen maar welkom Richard en Anouk op jullie huwelijkssluiting, waar jullie, zoals jullie mij vertelden, lopend naartoe zouden komen. Maar dan heb ik meteen een Brabantse correctie. In Brabant gaan wij te voet. De prins van Kielegat met zijn gevolg, en dat is niet zomaar een prins, dat is prins Lucius de allereerste. Anouk en Richard, het is even wennen hoe we het staan, maar ik ga mijn best doen. Als prins Lucius al is, ben ik vanochtend om 11 minuten over 8 geïnstalleerd om vandaag aanwezig te zijn bij een aantal huwelijken die voltrokken worden. En laat dit huwelijk het laatste huwelijk zijn waar ik bij aanwezig ben. En dat doet mij veel genoeg, want de twee personen die hier naast mij zitten, Anouk en Richard, zijn grote carnavalsvierers. Ik vond het hartstikke leuk om als prins van Kielegat hier bij jullie aanwezig te zijn. Zeker ook omdat ik hoorde van jullie dat er nogal een gemêleerd gezelschap aanwezig zou zijn. Een gedeelde Brabant. Het is wel een klein beetje een overgang van alle 11-11-11 huwelijken nu naar het avondgebeuren. En dat stond voornamelijk in het teken van de carnavalsbals. Maar we zijn eerst op de Ginnekenmarkt, want daar komen de oud-prinsen, de ex-prinsen, tezamen. En die gaan een bezoek brengen aan het graf van prins Driekus hier op de Ginnekenmarkt. Welkom op het schitterende Theedonkermechtje. Op de 11e van de 11e 2011 om 11 over 5 uur naar 11, inclusief de twee echte elfjes, Mijntje en Solange. Maar er is eigenlijk maar één man die je mag praten. Dat is Driekus. Wat had ik hier graag zelf gestaan als Driekus, oudste nog in leven zijnde oud-prins, om alle carnavalsvierende Ginnekenezen en Kielegatters van harte te groeten op deze historische plek rondom mijn gedenksteen anno 1972. Ja, helaas is dat niet mogelijk. Ik vond van wel, hij vond van niet, hij heeft gewonnen, helaas. Hartelijk welkom aan de nieuwe prins en zijn gevolg. Dank u. De baron met zijn hofhouding. Dat komt dan aanstaande zondag. Alle twee. Ja. Ik wens jullie alle succes en leut toe in de vele optredens die voor jullie liggen, waaraan jullie later even zoveel geweldige herinneringen zullen hebben als ik. En met mij alle andere oud-prinsen en baronnen. Ik dank mijn ex-collega die deze woorden namens mij uitspreekt. En ik wens iedereen vandaag deze speciale 11-11-11 en het hele carnavalsseizoen hieraan volgend heel veel plezier. Ik zou zeggen, mooiere woorden zijn er niet. Driekus, zijn geest, Alaaf. En ik zou zeggen van... Ik zou niks meer zeggen. We gaan het wel. Zullen we eerst die flesjes eens openmaken? Zullen we eerst open? Ja. Hé! Hé! Hoger! Ik
Gooi maar even in wat ik wil. Yo, FIFAT. Ah, het flikt, hè? Ik heb het flikt gezien, hè? Oh. Waar is de bezem? Nee. Ja. Wordt nog verkocht op die eieren. Wow. Gebakken eieren dadelijk, gebakken eieren. Het tweede jaar Prins Lucius, hoe is dat? Dit is het eerste dag van het tweede jaar Prins. En ik merk nu al wat men zegt dat het tweede jaar makkelijker gaat worden. Daarmee bedoel ik dat je weet wat er gaat komen. En je hebt wat minder zenuwen omtrent het hele gebeuren. Dus dat zorgt ervoor dat ik nog meer geniet van het Prins zijn dan het eerste jaar. Wat al een perfect jaar was voor mij. En ik zie natuurlijk nog een aantal andere oudste bekenden bij u staan. Ik noem natuurlijk uw pages, de NAR, de secretaris, de politieagent. Dus u kunt met een vast team werken. We werken met een vast team. Helaas moet ik wel zeggen dat ik deze twee fantastische pages het laatste jaar naast me heb staan. Waarom? Omdat 3 jaar heel mooi is. Geldt voor jou ook? Zeker. En ja, je begrijpt, dat is toch wel een klein beetje met pijn in mijn hart dat ik het eind van dit carnavalseizoen afscheid ga nemen. Neemt niet weg dat dames die mogelijk interesse hebben natuurlijk van harte welkom zijn om een sollicitatiebrief te sturen. Maar je hebt gelijk, we hebben een vast team. Daarbij komt dat binnen het kleine gevolg er inderdaad geen wijzigingen zijn. Maar dat ook de raad er heel stevig staat. 9 gezonde vaste leden hebben we, 2 zijn er op komst. Dus wij gaan een fantastisch carnavalsjaar tegemoet. Onder welk motto gaat het Kielergat dit jaar carnaval vieren? Ik heb het licht gezien, waarop ik heel trots ben. Prins van het licht, Lucius. En dat het licht in het motto van dit jaar terugkomt in carnavalsjaar 11-11-2011. En natuurlijk doorlopend in 2012. Dat is natuurlijk een fantastisch gevoel. Ja, na de 11e van de 11e krijgen we Sinterklaas, Kerstmis, de jaarwisseling. Maar dan na de jaarwisseling, dan gaat het echt helemaal los. Na de jaarwisseling gaan we los, ja. We hebben natuurlijk na de jaarwisseling eerst de nieuwjaarsrecepties die we afgaan. En dan de traditionele feesten die in het voortraject voor carnaval zitten. En dit jaar valt carnaval weer iets vroeger dan vorig jaar. Dus half februari begint het echte grote feest. Dus ja, het gaat dan helemaal los, ja. Mag ik dan van het gezelschap wat hier staat nog eventjes het motto horen voor dit jaar? Ik heb het licht gezien! Wat zei je? Op de 11e van de 11e worden er natuurlijk ook altijd baby's geboren. De baby's die dit jaar geboren zijn, die hebben allemaal bezoek gehad van prins Lucius van het Kielergat. Maar 11 jaar geleden, toen was prins Kokiel prins van het Kielergat. En toen werden er ook baby's geboren. Onder meer Job. En Job is nu op 11-11-11 11 jaar geworden. Dus we gaan een bezoek brengen aan Job en hij woont in Bavel. Nou Job, kom er maar eens even bij. Gefeliciteerd hè? Ja, 11 jaar geworden. Ja. Nou, wel een bijzondere dag natuurlijk vandaag hè? Ja. Weet je, toen jij geboren bent, toen is prins Kokiel bij jou geweest. Heb je die foto wel eens gezien? Ja. En hoe vier je nou je verjaardag vandaag? Leuk. Maar hoe vier je het? Wie zijn er allemaal? Vrienden, familie. Ja, dat eigenlijk. En oma. Ja. Ben je ook een echte carnavalsvierder? Als er straks nog carnaval is, want dan ben je op de 11e van de 11e geboren. Zit het carnaval echt in je bloed? Niet altijd, soms wel. Soms vind ik het wel leuk. En denk je dat je het dit jaar leuk gaat vinden? Ja. Nou, iedereen is nou heel stil, hè? Want ze zijn allemaal naar jou aan het luisteren nu. Ja. Je wordt er zenuwachtig van, hè, op deze wijze. Ja. Want wie zijn die gekken allemaal? Familie. Is dat familie van jou? Ja. Oh. Nou ja, kun je ook niks aan doen, hè? En vrienden, ja. Maar je vrienden kun je zelf uitzoeken, hè? Ja, van mijn vader en moeder. Ja. Nou, ik wens je nog een hele prettige dag toe. En dan zullen we zeggen dat we dan over 11 jaar weer langskomen. Dan word je 22. Ja, nou dan is dat weer een bijzonder getal. Dat is 2 keer 11. Ja? Ja.
Oké, nou. Houdoe. Houdoe. Ja, en kijk eens wie we hier hebben op het verjaardagsfeestje van Job. Prins Hannes de Eerste. Ja, dat klopt. Ja, tenminste, op dit moment. Ja, nu nog wel, maar dat is om 11:50 niet meer. Want dan maken we de nieuwe prins van het Bavianenland bekend. En wie ging dat ook alweer worden? Ja, dat is geheim. Dus dat is een groot geheim in het dorp. Dus ook nu ga ik dat niet vertellen aan jou. Nee, nee. Maar goed, als we dit uitzenden, dan is het inmiddels wel bekend. Dat klopt, ja. Dan is het bekend. Ja. Hoe, als je nou terugkijkt, hè, die jaren als prins bij de Bavianen. Hoe is dat geweest? Ja, geweldig. Ik ben 5 jaar prins geweest bij de Bavianen. En het is gewoon geweldig om te doen. Een geweldig dorp. Een geweldig team achter mij bestaan. En ik zou zeggen, kom vanavond kijken. Want dan zie je hoe dat het leeft in het dorp. En we gaan er gewoon een geweldig feestje van maken weer. Dus met een beetje weemoed neem je wel afscheid? Ja, ook dat. Maar op zich, 5 jaar is een mooie periode. En tijd voor nieuw bloed. En die zien we dan ongetwijfeld, dat nieuwe bloed, bij Baronie TV tijdens carnaval. Ja, zeker weten. Wij komen weer gezellig langs. Prettige avond hier. Ja, dankjewel. Meestal wordt vlak voor carnaval het gezondheidsbal gehouden. Maar ja, in verband met 11-11-11 is dat dit jaar al veel eerder. Gezondheidsbal, dat is bestemd voor mensen die in de gezondheidszorg werken. En dat wordt dit jaar gehouden in de Avenue. En daar gaan we ook even een kijkje nemen. Met de smurfjes? Goed, ja? Goed gesmurfd. Ja. Helemaal klaar gesmurfd voor carnaval. Smurf. Ja. Kom je wel een beetje zo in de stemming? Ja, absoluut. Het is heel gezellig. Ja, ja, het is heel leuk. Wel gezellig zo. Ja, heel gezellig. Nou, veel plezier nog. De 15e of de 14e? Ja, 13e. De 18e volgens mij. Kom maar naar mij. Kom maar zelf. Dit is al geweldig, hè? Zo'n feestje. Hoe lang ben je nou al prins van het Amphia? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik heb het eigenlijk niet precies bijgehouden. Maar ik denk dat het het 13e of 14e jaar wordt. En voor de hoeveelste keer wordt nou het gezondheidsbal gehouden? Officieel 17, maar dit is een extra. Dus 17 plus, zeg maar.
en 10 februari 18e bal. Dan zou eigenlijk René Schuurmans vanavond optreden, maar dat gaat niet door, heb ik begrepen. We hadden in de wandelgangen van alle deelnemende instellingen gehoord dat de kaartverkoop enorm was tegengevallen. En er zijn wat droevige omstandigheden binnen het ziekenhuis bij ons in ieder geval, waardoor heel veel mensen niet zijn kunnen komen. En het management van René Schuurman had daar alle begrip voor. En René Schuurman komt nu om 10 februari om 10:15 hier in de Avenue. Ja, want dan is er weer een gezondheidsbal. Ja, dan is het 18e gezondheidszorgbal. En zoals jij weet, nokkie nokkie vol altijd. En ja, met René Schuurman erbij, ik denk dat het dak eruit gaat. Van uitstel komt geen afstel dus? Nee, absoluut niet. En we hebben prima vervangers vanavond gevonden uit Oosterhout. Ze waren in februari al hier en vanavond zijn ze weer hier op zijn Brabant. En jij moet zo het podium op, dus wij gaan eventjes kijken hoe dat jij op het podium staat hier, samen met jouw hele raad van elf. En mijn twee oude pages nog. Ja, de echte nog eigenlijk. Hè? De echte, nou, wij gaan ervan genieten. Geweldig. Oké, okay, bedankt. Succes. Gezondheidsbal, het 11-11-11-bal en je hebt ook nog het 076-bal. Dat wordt hier gehouden bij Hotel Van Ham. Het hotel is te klein, want ze hebben er een hele tent voor moeten zetten. Er zijn zo'n 550 mensen hier binnen. En er komen er nog twee bij, Chris de cameraman en ik, want wij gaan ook naar binnen. Is dat je hier? Kom jij eens eventjes bij Sinterklaas op schoot? Sinterklaas, wij wisten helemaal niet dat u ook van carnaval hield. Ik ben speciaal uitgenodigd. En ik ben met mijn heli hier gekomen, geland op het dak. Ja. Maar wil u dat niet uitzenden? Want als de burgemeester het hoort, dan krijgen we ruzie natuurlijk. Nee, dan zenden we het niet uit. Nee, zou ik niet doen hoor. En zijn ze allemaal wel een beetje braaf geweest hier? Heel braaf. En komt u met carnaval nog terug? Ik kom misschien... Nee, ik kom met carnaval niet terug. Jij bent jarig hè, vandaag. Ja. Nou, gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel. Het is wel heel bijzonder op de 11e van de 11e, 2011. 11, ja, dat is een hele mooie datum. En ben je ook 11 jaar geworden? Ja. Ja, dat dacht ik al. 9 is 11. Ja. En kom je al een beetje in de stemming voor carnaval? We zijn er eigenlijk nooit uit geweest. Oh. Dus het was heel natuurlijk om een pakje weer aan te trekken. We gaan ervoor. Dan wens ik jou nog een goed levensjaar toe en we zien jou weer in mijn carnaval dan. Zeker weten. Okay. Jij bent eentjes aan het verzamelen. Priscilla van de eentjes. En jij bent ze aan het verzamelen, de eentjes. Ja, dat zie ik hoor. Ja. Wil je een keertje hengelen? Wat zeg je? Wil je een keertje hengelen? Ja? Hengelen. Wil je hengelen? Ja. Echte handicap. Altijd prijs bij Pekka. Hey, spelen. Dat kan niet. Ze zei ja. Poppodium Mes in Breda is vandaag op de 11e van de 11e van de 11e het podium waar een groot carnavalsfeest wordt gehouden onder het motto 11-11-11. En hier wordt onder meer het carnavalslied van het Kielegat gekozen. En daar moeten we ook bij zijn. Ja, daarom ben ik wat wie daarna. Hossa! 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 Olé! Zee!
Ik wil alle handjes zien. Al die handjes in de lucht. We beginnen aan de linkerkant. En ik loop hier alleen in het stille stad. Ik heb eigenlijk daar nog van. Hij is een nacht. En deze zijn we in de wereld alleen. En dan ben ik aan Brabant. Zoeken. Okay, jullie hebben het Kielerveldse carnavalslied gewonnen. Omschrijf jullie nummer eens even. Het is een verhaaltje eigenlijk van een klein mannetje wat door de carnaval heen gaat en wat de carnaval meemaakt. En kunnen we erin tijdens carnaval echt op feesten, op hossen? Ja, het is een nummer wat bestaat uit twee verschillende toonsoorten. Een 2/4 en een 6/8. 2/4 is lekker huppelen en 6/8 is lekker hossen. Eerste keer dat jullie het Kielerveldse carnaval ziet gewonnen hebben? Nee, maar het was wel lang geleden. 11. Dus het werd weer eens een keer tijd? Ja, het werd wel een keer tijd. Nou, kom ik het nummer zelf even aan? Nou, we gaan dadelijk het nummer brengen. De werktitel was Focussen op de Bodem. Omdat we regelmatig graag in de Pilske deden kijken. Maar het echte nummer is We zijn gebouwd voor carnaval. We zijn gebouwd voor carnaval van het Zoike en dat is het Kielerveldse carnavalslied van 2012. Met het carnavalslied van het Zoike gaan we deze extra uitzending van Baronie TV afsluiten. Bedankt voor het kijken. Het was een zeer geslaagde 11e van de 11e van de 11e. En als dat de tendens is voor carnaval 2012, dan moet het natuurlijk een heel goed carnaval worden. Baronie TV is er op vrijdag 17 februari om 5:11. En dan zijn we er weer non-stop met carnaval uit de hele regio. Tot dan!